voor de harmonie van Zeeland worden de intelligente lockdownregels iets wat versoepeld. Aangepast oefenen mag weer. Ja, eindelijk. Het is lang gewacht. Eerst de sportclubs en de kids en de lessen hebben we al hervat. Maar nu mogen we eindelijk ook de blazers in klein gezelschap weer repeteren, gelukkig. Ja. We hebben toen we net thuis zaten om de Zeelandse gemeenschap een muzikale hart onder de riem te steken, hebben we toen allemaal thuis You Never Walk Alone opgenomen. Volgens mij is er geen enkele Zeelander die het niet gezien heeft, dus daar zijn we heel blij mee. En verder is het de bedoeling dat iedereen gerepeteerd heeft. Nou, we gaan vanavond zien of dat zo is natuurlijk. En we hebben wel een aantal keren gewoon online in een Zoom-meeting bij elkaar gezeten om gewoon eens te horen hoe het met iedereen ging. En we hebben vast al wat nummers doorgenomen, dirigent wat verteld waar we gaan spelen en zo. Ja, maar nu is het weer echt muziek maken. De slagwerkers mochten al eerder beginnen. Dus nu is het protocol, dat betekent dat wij 2 meter uit elkaar zitten. Dus een halve meter dan meer dan normaal. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En verder is het gewoon handen ontsmetten. Iedereen neemt zijn eigen spullen mee. Geen pauze helaas, dus we gaan spelen. Ook maar met 30 mensen maximaal. Dus we hebben het orkest opgesplitst in 2. Dus 1 groep nu, 3 kwartier. En dan daarna even een kwartiertje omwisselen. En dan komt de andere helft. Ja. Nou, we gaan sowieso, denk ik, dat de eerste reële mogelijkheid ergens in het najaar zal zijn. Ergens in oktober, dat we weer echt een concert muzikaal in ieder geval zouden kunnen uitvoeren. En nou, hopen dat de maatregelen het dan ook toestaan. Ja. Sinds zaterdag staat er een nieuwe aanwinst op het fraai gerestylede kermisplein in Zeeland. Johnny's Food Truck. Het idee is een jaar of 2 geleden ontstaan, hè, met het nieuwe plein waar we hier voor de deur hebben gekregen. En, wij verkopen eigenlijk al jaren appelflappen en worstenbroodjes vanuit de marktkraampje voor de deur. En toen kwam ik op het idee om het plein een beetje op te leuken en dan met name in het weekend met een food truck te gaan werken. Maar ja, die kunnen natuurlijk helemaal nieuw kopen, maar dat vond ik niet zo leuk. Ik vond het veel leuker om zo'n ding zelf op te knappen. Ja, ik hou van hobbyën en dit kwam natuurlijk op het pad en dat werd mijn projectje. En nou ben ik blij dat het uiteindelijk gelukt is. Hè. Ik had eigenlijk weer natuurlijk de onderschatting gedaan. Ik denk dat gaat wel een paar weken tijd, is dat wel klaar. Maar uiteindelijk heeft het 1,5 jaar geduurd. Hè. Zo rekenen wij meestal met tijd. En maar ja, het resultaat is natuurlijk mooi en ik denk dat we er heel veel plezier van gaan beleven. Maar wat wij wel gaan doen straks is de appelflap worstbroodjes is een basis, hè, dat weten de mensen. Maar we gaan straks denk ik diverse broodjes, een broodje warm vlees, een broodje hete kip. Dus je kunt allerlei variaties bedenken die we gaan doen. We hebben natuurlijk ook onze eigen luxe soeplijn, hè, die hier bij de pastorie gemaakt wordt. Die gaan we van hieruit ook promoten en laten proeven. En zo proberen we eigenlijk elke week iets verrassends aan te bieden. In principe alleen zaterdags en nu in het hoogseizoen met het toeristen. Dan gaan we waarschijnlijk ook zondags proberen de truck neer te zetten. Maar dat ligt natuurlijk een klein beetje aan de drukte.